Je hebt van die houten dienbladen die heel erg dun zijn. Vond ik een mooie vorm. Die heb ik gewoon als het ware dubbel gevouwen. En dan kreeg je een kuipje. Maar het was niet te produceren. Die dienbladen die ik als uitgangspunt haalde, die zijn kunststof met een klein beetje hout erin. Het was helemaal geen hout. Toen zijn we op zoek gegaan naar een manier waarop we die stoel toch konden produceren. En via een grote omweg kwamen we bij een klein bedrijfje in Oost-Duitsland terecht. En dat was professor die voor het vallen van de muur had hij een uitvinding gedaan waardoor je veneer op een extreme manier kon buigen. En dat veneer konden we gebruiken om mijn ontwerp wel gerealiseerd te krijgen. Dus toen hebben we op de grenzen van wat mogelijk was in dat materiaal die stoel verder ontwikkeld. Het is een hele complexe vorm, er zit geen rechte lijn in. En door de vorm is die heel erg sterk. Dus het kuipje is nog maar 5,5 mm dik. Je hoeft nog maar de helft van de bomen te kappen. Dus het is goed voor het milieu. En het is gewoon een hele spectaculaire stoel geworden. Ook al ziet hij er in de verschijningsvorm heel erg eenvoudig uit. En tijdens het proces heb ik heel erg veel overlegd. We hadden het de hele tijd over deze stoel. En deze stoel moet dit en deze stoel moet dat. En toen moesten we naam verzinnen voor deze stoel. Dus dan hebben we deze stoel maar deze stoel genoemd. In het begin van de 20e eeuw bleek dat multiplex, samengesteld uit meerdere lagen op elkaar geperste platen fineer, heel goed gebogen kon worden. De losse dunne platen waarvoor meestal geschild in plaats van het dikkere gesneden of gezaagde fineer wordt gebruikt, legt men voorzien van een lijmlaag op elkaar. Dit pakket wordt tussen een mal en een contramal onder verhitting samengeperst tot de gewenste vorm. De dining chair uit 1946, ontworpen door Charles en Ray Eames, is beroemd vanwege het gebruik van gebogen multiplex. Deze techniek had het echtpaar ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de productie van been- en armspalken en vliegtuigonderdelen die zij in opdracht produceerden voor het Amerikaanse leger. Na de Tweede Wereldoorlog ontwierpen de Eamesen een stoel waarin zij deze techniek verder ontwikkelden. Het ontwerp voor de dining chair ontstond uit het streven om het meeste van het beste voor het minste naar het grootste aantal mensen te krijgen. Oftewel, design voor de massa. We zijn nu bij de opstelling in het museum Boijmans van Beuningen en hier staat de stoel van Ray en Charles Eames, de dining chair. En ik zal iets anders laten zien wat ook bijzonder is aan dit ontwerp. Niet alleen de gebogen vorm van de platen, maar de ontwerpers hebben ook nagedacht over een ander bijzonder detail. En dat zijn die rubberen ringen die tussen de platen zijn aangebracht. En dat hebben ze gedaan om het comfort van het zitten in die stoel te verhogen. Je nestelt je zeg maar al een beetje in die leuning en op die zitting. En dat doen ze met wederom met heel weinig onderdelen en extra elementen. De wijze waarop de kuip gemaakt wordt is heel erg vergelijkbaar met de manier waarop de Eames-stoel gemaakt werd. Alleen ze hebben het veneer op zodanige manier behandeld dat het extreem gebogen kan worden. Als je vingers, ze maken allemaal hele kleine kerfjes in het veneer. Van om de millimeter ongeveer of om de anderhalve millimeter. Waardoor het veneer als het ware, net zoals je vingers, een beetje langs elkaar kan schuiven. Het veneer buigt niet alleen, maar het trekt ook een beetje langs elkaar heen. Waardoor het niet scheurt, maar waardoor je die extreme curves in het hout kan maken. De techniek die Hutte gebruikt met this chair vindt zijn oorsprong aan het begin van de 19e eeuw. De meubelmaker die zichzelf onsterfelijk heeft gemaakt met het stomen en buigen van hout was Michael Tonnet. Toen Michael Tonnet in 1859 in Wenen zijn stoel voor de massa nummer 14 presenteerde, kon hij niet weten dat hij de stoel ontworpen had waarvan de meeste exemplaren ooit zijn verkocht. Niet iedere houtsoort leent zich ervoor om gebogen te worden. Alleen soorten die veel vocht kunnen opnemen, zoals eiken, beuken en essenhout, zijn daartoe geschikt. Nadat de massief houten delen gestoomd zijn, worden ze tussen twee stalen banden geklemd en om een mal heen gebogen.
De met heet vocht gevulde cellen van het hout ondergaan hierdoor een blijvende vervorming. Wanneer na afkoeling de spanhaak wordt verwijderd, behouden de houten delen hun ronde vorm. Tonet was op deze wijze de natuurlijke eigenschappen van het hout en haar grenzen te slim af. Met deze productietechniek was de nummer 14 van Tonet tevens de eerste stoel die gemaakt kon worden in massaproductie door ongeschoolde krachten. De stoel bestond uit 6 onderdelen, 2 moeren en 10 schroeven. 36 stoelen pasten in 1 vierkante meter, dus makkelijk te vervoeren. Vanwege groot succes opende Tonet kantoren in Londen, New York en Parijs. In 1860 was de stoel te koop voor 3 florijnen, het equivalent van 3 dozijn eieren of 1 liter goedkope huiswijn. De nummer 14 was het eerste product van het nieuwe industriële denken, nog voor Ford, Coca-Cola of ieder ander product dat over de hele wereld werd verkocht. En ver voor IKEA. Overal ter wereld is deze stoel te vinden. Bij mensen thuis, in openbare gebouwen en horecagelegenheden. Lenin heeft zijn politieke traktaten erop geschreven. Brahms zat erop als hij achter de piano zat. Ja, dat is natuurlijk de natte droom van elke ontwerper. Om een ontwerp te maken waar zoveel exemplaren van gemaakt worden. En dit is een stoel die nog steeds relevant is. Die nog steeds gewoon heel erg goed toepasbaar is. Dat is gewoon... ultieme stoel. En inderdaad, Tonet heeft de massaproductie uitgevonden in meubelland. En tegenwoordig zijn er natuurlijk heel erg veel stoelen die in massa geproduceerd worden. Waaronder deze stoel. MUZIEK